Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is een nieuwe video. Oh ja, welkom bij een nieuwe video, maar we keken even naar buiten. Dus ja, ik moet nu weg eigenlijk om te gaan bloed prikken voor de zwangerschap. En kijk dan, even serieus. Hier word ik toch niet vrolijk van. En ik moet gaan trainen straks, hè? Ik moet eigenlijk nu gaan bloed prikken, daarna even snel iets ophalen op kantoor. En daarna snel terug naar huis en dan weer naar de sportschool. Dan weer naar huis, dan weer naar Rotterdam. En het is al zo'n kut maandag. Ik heb vandaag gewoon even geen zin in iets. Ik wilde gewoon in bed liggen en eigenlijk alles afzeggen, maar toch sta ik hier met regen. De pikkel die jij bent, knal je gewoon door. Waar is mijn vijver? Die zit tegen wie te kijken. Die heeft geen last van dit weer. Nee. Oké, het is nu wat minder. Ik ga. Ja, ik ben nu in de gym. Kijk. Ready to go. Voor mijn gevoel heb ik echt geen ene moer gedaan vandaag. Tenminste niks nuttigs. En dat is echt zo'n kutgevoel voor mij. Maar goed, ik ga nu sporten en ik hoop dat ik daarna nog wat werk gedaan krijg. En dan hoop ik dat de onrust weg is. Memphi gaat weer weg vandaag, zien we. Oh! Ja, je hebt ze beide aan! Goed man. Ja. En op de een of andere manier wil hij altijd mijn sneakers aandoen. Als ze weg gaan. Nou. Na een flinke detour, omdat ik zo graag KFC wilde, zeg maar, moest ik een flinke detour maken. Maar half uur later ben ik dus aangekomen waar ik moest zijn. Ik ben bij de Rotterdam Ravens. Wacht. Kijk, ze zijn daar aan het trainen. Dus ik ga even hangen bij hun en dan ga ik weer naar huis. Ik moet trouwens ook wat afgeven. Goedemorgen, het is dinsdag en we zitten in de auto. En met we bedoel ik Memf en ik. Memf is onderweg naar school, daarna ga ik sporten. En vandaag zijn we echt heel erg laat trouwens. We zijn echt een heel kwartier later dan normaal. Dus ik moet echt rennen en daarna ook mijn sportafspraak. Ga ik ook niet halen, denk ik. Dus echt dramatisch. Maar ik vertel later wel wat ik allemaal moet doen, want nu moet ik even opletten. Nou, ik ben op kantoor, zoals je kan zien. En, maar ik moet nu weg, want ik moet mijn vader gaan ophalen. Ja, want die komt een nachtje logeren. Hij vliegt morgen naar Ethiopië toe. En hij denkt, ik logeer gewoon bij mijn dochter, want die woont dicht bij Schiphol. En dan zie ik mijn kleinzoon, twee vliegen in één klap. Maar ik ben hier dus even op kantoor en ik was wat kleding aan het voorbereiden, want volgende week, in het weekend, staat er iets leuks gepland. En dat is in Amerika. In Memphis, Tennessee, hebben wij een fotoshoot gepland staan. Een soort lifestyle fotoshoot, maar ook videoshoot. Zeg maar met 12 dames die mijn kleding dragen en daar gewoon, ja, het uitdragen, weet je wel, allemaal curvy vrouwen, echt super tof. Dus daar ben ik aan het voorbereiden, maar ik kom straks met mijn vader even terug om het af te maken. En daarna moet ik Memphi ophalen, met opa natuurlijk, die alle shine van mij gaat stelen op kinderdagverblijf. Zo, zojuist boodschappen bezorgd gekregen, dus dit ga ik even nu opruimen. En Memf, die is hier verstopt. Wat ben je aan het doen? Met olijfolie aan het spelen. Hij heeft serieus, dit kruidenpotje heeft hij zo vaak opengetrokken. Kijk dan, hij heeft al helemaal potjes leeg gegooid. En iedere keer zuig ik dat weg en dan heeft hij weer eentje omgegooid. Memf, daarvoor is dit, hè? Dat hekje. Oh, dramatisch dit. Dat hekje is voor jou.
Kijk, en dan gaat die zout in zijn smoel. Eeuw. Nou, gelukkig gebruikt hij die zout niet meer. Mef, pa. En nee, ik ga dit even opruimen. En mijn vader is gaan slapen, want hij was zo moe. En hij is dan altijd nerveus als hij moet gaan vliegen. Dus dan slaapt hij de hele nacht niet, dus dan slaapt hij liever nu. Het zal wel met ouderdom te maken hebben, maar ik vind het allemaal goed. Ik maak nu dus zelfgemaakte hamburgers en werkelijk. Ik heb net een ei gesnipperd. 2. En wow, het is echt alsof er iets dramatisch aan de hand is. Zo. Oh. Goedemorgen, het is 6 uur 's ochtends. En ik sta in de woonkamer met Manf, mijn vader en Remco. Iedereen wakker. Omdat mijn vader is echt zo'n nerveus typetje die niet kan slapen een dag voor het reizen. Dus hij is letterlijk de hele nacht wakker geweest. Wat Memphie ook weer hoorde, waardoor Memphie weer wakker was. Waardoor wij wakker zijn. Dus gezellig, ik ga hem naar Schiphol brengen. En zoals je ziet heb ik niks aan mijn gezicht of haar gedaan. Sowieso kan ik niks met mijn haar de laatste tijd. Sinds deze zwangerschap. Maar ja, ik ga maar eens even kijken. Okay. Het is inmiddels al 3 uur en ik heb echt tot 12 uur geslapen. Ik vertel even het verhaal opnieuw, want net ging het niet goed. Vond ik. Ik maar heb 12 uur geslapen. Ja. Nou, dan weten ze het nu toch wel? Ja. Oh. Ja, precies. Dan en je weer onnodig tegen mij. Mag ik even vertellen? Ja, vertel je haar gewoon opnieuw. Anders. Dat ik zo moe was en daarna ben ik tot 3 uur op de bank gaan zitten en niks heb kunnen doen. Omdat ik zo moe was. Ja, ik ben gewoon uitgeput. Maar dat mag, want ik ben zwanger. Ja, nee, dat is gewoon, dat kan niet. Dus nu ga ik pas aan de slag, aan het werk. Dus ik ga even naar kantoor, moet spullen ophalen. En daarna gaan we naar de kapper, is ook niet echt werk, hè? Maar goed. Kijk nou, onze plantenbak, of vissen, wat is het? Aquarium. Ja, aquarium zonder vissen. Is gevuld met allemaal plantjes. Oh, dan moeten we wel even een schakelaartje fixen dan. Ja, je kan het niet echt zien, maar dit is dus licht. Oh, je moet hem gewoon insteken. Ja, maar dat willen we niet. Dat is amateuristisch. Zoals je merkt, we hebben het niet zelf gedaan. We hebben het laten doen. Ben je er klaar voor? Ja? Moet er niet iets doen nu? Ja, je zou zeggen dat het dan licht aangaat. Oh, er is ook licht aan. Oh, dat is heel weinig licht ook. Oh, oh, nee, kijk, het komt. Nu komt het. Ah, oh, dat is een bijzonder licht. Oké, okay, hoe lang wacht je dan? Oh kijk nou, nu zie ik het wel goed. No. Geweldig. Het ziet er wel echt uit, maar is het niet hè? Nee, tuurlijk niet. Anders zou het morgen alweer dood zijn bij mij. Jij bent niet zo goed met plantjes hè? Kijk, tadaa. Dat is mooi. Ja. I love it. Sfeervol. Gaan we naartoe? Kom lieverd. Nee, 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 we gaan lopen. Kijk, we zijn er bijna. Memphie gaat naar de kapper. Ik weet niet of papa er al is. Kapper, daar zo. Hi. Dat was een pedicure, die staat daar, maar daar gaan we nu niet naartoe. Kijk, hier is Chica. Chica slaapt daar, zie je dat? Die hond. Zie je Chica? Daar gaan we naartoe. Hola Chica. Hola! Ben je er klaar voor, Mef? Kom. Resultaat laten zien, hè? Ga je je haar stylen? Goedemorgen, het is donderdag. Ik dacht deze donderdag ga ik me iets mooier opmaken voor jullie. Want voorheen zijn alle donderdagen gewoon, zag ik er gewoon kut uit. En dat was gisteren ook al zo, dus ik denk vandaag niet. Mijn haar is de laatste tijd altijd in een knotje, omdat ik kan er gewoon helemaal niks mee. Sinds deze zwangerschap is gewoon alles, ja, alles verpest zeg maar. Bij Memf had ik heel mooi haar. En bij deze kleine heb ik gewoon echt... waardeloos haar. In ieder geval, het is dun, het valt uit, het is gewoon, kan er helemaal niks mee. Memphis is al klaar voor zijn programma. Hij mag tot 10 uur even kijken.
En hij heeft ook al mijn schoenen netjes in een rij gezet hier. Mev, ik heb iets voor je besteld. Mev is net wakker. Maar ik wil even laten zien. En meneer is ook thuis. Nou. Oh, niet met je volle mond praten, hè? Nee. Maar ik heb dus spulletjes gekocht. En sinds ik kinderen heb, vind ik HEMA echt zo geweldig. Zal ik even laten zien wat het is? Moet jij even de camera vasthouden? Kijk. Nee, nee. We hebben... Wat was er dan? Oké, dus je wilde dit even. Ja, dat doe ik als laatste. Oh, oké. Okay. Nee, maar majootjes voor de kleine. Nou, al die... Maar ik heb dit dus besteld voordat we die oude kleding van... Oh ja, maar let wel, majootjes. Majootjes is voor het nieuwe kind. Ja, niet voor hem, hè? Nee. Want het genderneutraal is allemaal leuk, maar dat doen wij niet dan. Nee, dat doen we niet dan. Maar dit zijn allemaal... kleertjes zijn alleen maar voor... De kleine, de nieuwe, zeg maar. Maar even zien met de kleine, hè. Kijk, en dit truitje. Is toch leuk? Ja. En dit jurkje. En... Maar dit is ook zoiets. Dat heb ik vorige week besteld. Helemaal vergeten wat het allemaal ook alweer was. Oh, kijk. Is het dit kan broek. Eventueel met dit samen. Dat vind ik nog een beetje een rare combinatie. Of ruitjes ja, en streepjes. Een beetje, ja, een beetje. Maar dit kan wel. Dit kan wel. Is toch leuk? Ja. Maar je weet helemaal niet of het bij haar past, hè? Ja! Nee. Dit ja, men vindt is ook maar iets van, kijk, 56. Of 62, dan is ze nog heel klein. Nee, het past wel, maar of het bij haar past qua typeje. Ja, maar dat weten we toch niet? Nee, kijk. Dat weet je niet. Een beetje gaaf, hè? Ja. Gaat het niet? Dat dit is wel. Leuk. Dat gaat er wel, dat zou ik ook niet filmen. Oh, wat een leuk moment zo. Voor je zusje. Grappend kind. Oh ja, hij denkt ook van ja. Grappig is, als, kijk, als ik nu een doekje nu voor Mem vasthoud. Ik ga het proberen. Kijk Mem, doekje. Gaat hij het proberen aan te doen? Of heeft hij door tot het te klein is? Kijk. Nee. Tuurlijk doe je het nu niet, want... En dit vond ik leuk. Kijk. Met lama's en alpaca's. Dat is toch geweldig? Maar ik ben blij dat jij het leuk vindt. Ik vind het zo leuk. Maar het is wel een beetje random, want het is een beetje... Het is HEMA-stijl. Ja, doormidden gesneden kameel. Ja, lama, alpaca. Kameel. Kameel, wat is dat ding? Bult eraf. Ga jij maar inspecteren. En het leukste is voor Mempy. Die jongen vindt het zo leuk om buiten in de regen te lopen. Hij staat zelf vol verwachting te kijken. Ja. Denk, oh, mijn naam is genoemd. Zo jij vindt het leuk om in de regen te lopen. Dus hebben we korte regenlaarsjes gekocht. Kijk. Het is voor Mempy. Ja, doe maar passen. Ze zijn een beetje groot, denk ik. Wil je het passen? Nee, hij doet liever de schoenen van zijn moeder aan. Kom, gaan we eigen passen. Schoenen gaan we niet passen. Maar dan moet je wel sokken voor aan, denk ik. Anders gelijk is het voor... Oh, wauw. Het is wel heel groot, ja. Dat is wel te groot, man. Dat is voor als die 4 is. Zijn tenen eindigen hier. Nou, dat valt op zich wel mee. Heb je geen kleinere besteld ook? Dit is maat 26, hè? Hij draagt nu... 24. Oh. Ja, hij denkt zelf. Nou. Hij kan het zelf eruit halen zo. Ja, dat, moeten we maar dit is 26, 27 ook nog, hè? Ja. Dus er moeten ook nog 24, 25 komen. Want als hij naar de crash gaat, dan moet hij tuinwerkzaamheden kunnen doen of zoiets. Dan moet hij laarzen aan, want die kinderen daar allemaal laarzen. Heb je een nieuwe kapsel achter? Ja, mooi hè. Designkapsel. Bij Ernesto Cabal. En... Ben je een hapje voor een worst? Dit is de manier waarop Memf een hapje neemt tegenwoordig. Ja, dat lukt niet zo goed, hè? Memf, gebruik je handen gewoon. Kijk. Wat is dit? Ik weet niet wat je allemaal op die crash leert. Zo. Wat? Hilarisch is dit. Poging nummer 2.
Nou, hij heeft één te pakken. Het werkt wel zo. Ah, je hebt drie van die dingen. Jij hebt drie van die dingen. Kijk, dat zijn allemaal spullen voor Mems de nieuwe kamer. En ik kan niet wachten tot dit in elkaar zit, want dan kan ik zeg ik weer bijna haar naam, hè? Ja. Dan kan ik de kamer van het nieuwe kind, van haar, gaan inladen in Memphis' kamer. Hij zit in een gereedschap, hè, by the way. Kan dat niet voor. Is dat veilig? Het is een echte man, hè? Die vindt gereedschap leuk. Ja, zeker. Dat is seksistisch. Ja, nee, maar dat mag ik niet meer zeggen. Op onze eigen opname, onze eigen vlog, mag ik dat wel zeggen. Ik vind dat een mannending, gereedschap. Zoomie. Ja, nee. Goedemorgen. Het is vrijdag en Memf is super actief. Oh, jij ook, goedemorgen. Ik ben ook super actief, zoals je ziet. Memf, hij luistert zo lekker, hè? Ja, luister gewoon, meteen. Ook één keer roepen, meteen, ja mama. Doet hij echt goed. Dat is gevaarlijk, Memf. Ja. Maar vandaag gaan wij naar de nieuwe baby kijken. Op die computer, dan gaan we met z'n allen. Ja, Memf ook. Memf gaat voor, geen idee wat er dan gebeurt. Voor de eerste keer mee en dan mag hij naar zijn zusje kijken. Heb je daar zin in, Memf? Hey. Doe even lekker mee op camera. Memf. Hey. Ja, doe maar af en toe. Nee, maar uit. Nee, mag niet meer, is te laat nu. Geen motel meer. Vanavond toch, ja. Ik dan. Gaat als, En dan zijn we weer in de bekende lift. Met mijn buik. En Memphi. En Memphi. Buik en Memphi. Helemaal obsessed door de knopjes. Nee, 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 niet daar op de kant. En dan links. Weet je dat dit hoekje mij echt serieus nog nooit is opgevallen? Nee, maar je moet wel met hem. Totdat ik met Memphi kom. Ja. Nou, het is weer zover. Ik ben weer McDonald's aan het eten. Ik had echt honger. Dus ik ben een quarter pounder gaan halen. We zijn net klaar bij de verloskundige. Ik zit weer in de auto. Ik heb nog 4 minuten om dit op te eten. En dan moet ik richting Amsterdam-Zuid naar mijn pedicure. Want we gaan volgende week naar Abu Dhabi en mijn tenen zien er echt niet uit. Ik heb uitgroei van mijn vorige pedicure sessie. Dus dat ga ik even bijwerken. En zeker in zo'n warm land ga ik alleen maar slippers dragen. Dus dat moet er wel uitzien. En daarna ga ik naar kantoor. Want dan heb ik een afspraak met een van de dames van de Amsterdam Cats. Voor een superleuk iets, zeg maar. Superleuk projectje. Het zou voor mij ook niks zijn, hoor. Want, ik vergeet nou, zal ik het voor je doen dan? Ja, Hi, dit is Nathalie. En we zijn op kantoor. En we hadden net een opname die we helemaal vergeten zijn op te nemen. Dus, maar we hadden het over vloggen. Dit is echt iets voor millennials, hè, vloggen. Ja, precies. Bij ons zit sowieso niet in het systeem. De hele tijd met je telefoon en selfies maken. Ik denk zelfs dat mensen die alleen maar bezig zijn met selfies te maken, dat ze gewoon issues hebben. Serieus. Laat me kijken hoeveel selfies ik heb. Narcistische issues of zo. Zo, ik ben buiten adem. Ik heb een trap moeten oplopen. Maar daar achter mij hebben we dus opgenomen. En Nathalie is nu weg. Vandaar dat ik de trap op moest lopen, op en af. Zo. Waardeloze conditie. Nee, maar de vraag was voor haar, hoe is het om de oudste speler te zijn in de league, in de QFL? En daar hebben we gewoon een soort dialoog, een interviewtje, tenminste samen met haar gedaan. En ik zal kijken of ik hem hieronder kan zetten. Maar ik denk dat die video van haar niet live is, wanneer deze live komt. Goedemorgen, het is zaterdag en het is eigenlijk al bijna middag. Ik ben weer op kantoor. Je zou denken, wat ben je überhaupt naar huis geweest? Ondertussen ja, ik heb geslapen, gedoucht, omgekleed en ik ben hier weer met Memf. En daar ergens zit Remco, dat is de wc trouwens. Dus Remco zit daarin en nu denkt hij, ik sluit mezelf op met papa. En oh, hij is er weer uit.
Dat zijn allemaal magneetjes die hij van het magneetbord afhaalt. Heel leuk, iedere keer ben ik ze kwijt. Vandaag heb ik even voor mijn kanaal een kleine korte interview gedaan met Wie ben ik? Weet je, zodat je gewoon een kanaalintroductie hebt. Gisteren was Nathalie hier en alles stond toch klaar. Ik denk, oh, dan doe ik dat ook gelijk. Daarna, vanmiddag, heb ik een afspraak bij een radiostation, laat ik het even noemen. En dan heb ik een interview met AYO Radio. En dat is voor jonge black-owned businesses, zeg maar. Dat is een radiostation die B.O.B.'s gewoon heel erg promoot. En ze hadden mij gevraagd en ik denk, hey, waarom niet? Dus dat ga ik doen vanmiddag. Ik zal kijken of ik daar ook kan vloggen. En verder is het tijd spenderen met deze kleine man. Die chocola probeert te stelen trouwens. Ik heb overigens ook weer nieuwe leggings binnen. Voor mijn Knessa lijn. En dat is dezelfde legging als wat ik hier aan heb. Kijk zo. Het is gewoon een basic zwarte legging eigenlijk. Wat echt... gewoon, ja, ik weet niet, een must-have is. En natuurlijk de peach bottom. Daar, echt cool. Ik ben hier eindelijk voor de interview. Ik ben aan het wachten, want ze zijn nu on-air. Dus ik kan niet zomaar binnenlopen. Maar ik moet echt iets gaan doen aan mijn te laat komen. Ik ben gewoon een kwartier te laat. Maar goed, bij radiostation zeggen ze altijd kom veel eerder dan je... online moet, on air moet. Dus ik ben hier, maar het is echt leuk. Kijk, het is allemaal Afrikaans. En ik heb ook even opgezocht dat YNO Radio staat voor Afro, Young en Ondernemend. Of ondernemer. Dus, nou, perfecte match. Ik ben erg benieuwd. En ben je een persoon die uit de jaren 70 komt? Of, ik bouw jaar 78. Ik ben weer thuis. En ik, met mijn domme hoofd, zei tegen jullie dat de radio heet JNO of JNO of zoiets, maar het heet EO. Oh, dus niemand heeft gekeken. Leuk. Niemand heeft. Nee, dat komt pas later online. Maar het heet EO Radio. Afro Young en Ondernemend. Of ondernemer, whatever. Maar ik ben dus thuis. Hier is Memf. Hier is Remco. Ja, en ik wil even de kamer laten zien waar hij nu al drie dagen mee bezig is. Hij heeft één kast in elkaar gezet. En het is scheef trouwens. Dat zeg ik toch, het is een kutkast. Hij moet dan een beetje recht staan, zo is hij beter. Het is gewoon een waardeloos kast. Echt. Je moet dit soort dingen gewoon in elkaar laten zetten. Bij Babyland kon dat. De kamer van Memf deden we in elkaar zetten. Ja. Dat is jammer. Ik was trouwens nog vergeten te vertellen, we zijn weer nieuwe schoentjes gaan halen van Memf. Want die schoenen die we eerder hebben gehaald waren eigenlijk nog te groot. Deze vonden wij zo leuk, maar Memf zelf was er niet zo heel erg razend blij mee. Maar deze heeft hij zelf uitgekozen. Waarschijnlijk door die kleurtjes, maar ik denk ik kan ermee door. Oh, en we hebben nachtluiers gewoon gekocht, want... de luiers die hij nu heeft, daar is echt waardeloos 's nachts. Die. Ja. En dan die. Ja. Zo. Goedemorgen, Memphy. Kijk eens. Waar zijn wij? Het is zondag en we zijn bij oma in het appartement. Of tenminste in het gebouw. Appartement in mijn gebouw. Oma's gebouw. Oma's gebouw. Memphy gaat even spelen bij oma een dagje, hè? Ik ben nu al in Rotterdam en het weer is echt kut, joh. We gaan straks daar trainen en ik zoek nu Remco om de kleedkamers open te doen. Oh, kijk, kijk ze daar. Want we gaan straks daar trainen. Daar zo. En vreselijk. Zo weer zeg. Jezus. Het is al de hele dag zo. Deze meiden zijn zo bikkel. Kijk nou. Gewoon in de stromende regen. Maar goed, wij gaan maar iets te eten halen. Nou, de kliniek is eindelijk voorbij. Heb je hem? Ja, ik geef een lift aan de coach. Dag Clayton. Hi. Maar even serieus, kijk het weer. Cadeau. Oké,
Oké, ik ben alweer een beetje opgedroogd. En jij ook, denk ik. Maar de coach, Clayton, die dacht van... Hey, ik ken iets wat jullie wel lekker zouden vinden. Dus ik ga voor jullie lunch regelen. En dat heeft hij serieus gedaan. Kijk dan, hij heeft soep geregeld. Hier, dit is mijn. Nice. En een broodje. Ik heb de helft al opgegeten. Maar het is echt een super luxe belegd broodje met ham, kaas, ei, whatever. En het is gewoon letterlijk mijn favorite coach op dit moment. Voor vandaag in ieder geval. Zo'n goede soep. Ja, is die goed? Oh ja, dat is ook trouwens. Dit is Antilliaans. En Clayton is Antilliaans. Dus hij dacht, ik stel jullie voor aan mijn keuken. Ideaal. Zou ieder coach mag moeten die, doen. Mag die vaker doen. Ja. We zijn weer thuis. Met eten van oma. Ja, we hebben eten meegekregen. Memphis hier. Yes. En de schoenen zijn weer terug. Schoonmaakster is net geweest, hè, Memf. Ja, je hoeft echt geen zooitje meer te maken. Maar ik zie ook dat mijn lampje knippert. Mijn camera heeft het volgens mij een hele week volgehouden zonder op te laden. Nee, dus hij valt zo uit. Dus ik wil zeggen, dankjewel voor het kijken weer. En tot de volgende week. Dag. Jij ook nog dag? Bye bye. Dag. Zo. Oh ja, en vergeet niet te subscriben en te liken.